Nou, boven zitten een aantal hele fanatieke supporters op ons te wachten. Dus die zullen we eens gaan verrassen. Dus jongens, kom maar. Nou, mijn eerste vraag is, stel jullie even voor. En hoe lang zijn jullie al seizoenkaarthouder? Ik ben Gerben Thiel. En ik ben al 25 jaar seizoenkaarthouder. En ik mis per seizoen maximaal één wedstrijd. Voor de rest ben ik altijd aanwezig. Ik ben Joost en dezelfde achternaam. Misschien zie je ook wel dat we een beetje op elkaar lijken. We zijn namelijk tweeling. Dus ik heb ook al 25 jaar seizoenkaart. En mis ook maximaal één wedstrijd per jaar. Oké, en waarom Go Ahead Eagles? Leg dat eens uit. Wat voor gevoel heeft u daarbij? Ja. Onze vader die komt uit Eefde, dat is een dorpje wat hier 15 kilometer vandaan ligt. En die nam ons vroeger al mee als klein kind. Dan zaten we daar, wat nu de B-side is, stonden we daar altijd al. En ja, dat gevoel is altijd zo gebleven. We wonen wel in de buurt van Arnhem, maar we zijn altijd Go Ahead supporter gebleven. Ja, dat is hetzelfde? Ja, het zit helemaal in je bloed en het gaat er natuurlijk nooit meer uit. En ja, we zijn gewoon trots dat we supporter mogen zijn van deze mooie club. Ja, we zitten nu op jullie plekken, in vak 15. Hebben jullie altijd al deze plek gehad? Nee, we zijn begonnen zeg maar, op, toen noemden ze het nog EB, dat was het tweede vak vanaf die kant. Daar hebben we jarenlang gezeten totdat de verbouwing van het stadion werd uitgevoerd. En toen kwam daar het uitvak, toen hadden wij zoiets van, nou, dan gaan we een beetje meeschuiven naar de wat rustige kant van de tribune. Dus toen zijn we hier terechtgekomen, dat is denk ik een jaar 7, 8 geleden of zo. En zijn jullie ook echt fanatieke supporters? Leven jullie heel erg mee? Zingen jullie mee? Springen jullie mee? Wij springen wel mee, zingen wat minder, maar ja, op de goede manier fanatiek, om het zo maar te zeggen. Ja. Okay. Ook behoorlijk kritisch of horen we jullie niet fluiten? Je hoort ons niet fluiten. We hebben zelf ook gevoetbald en we weten zelf ook wel dat je soms wel iets beter wil dan dat het gaat. En dat je zelf ook verdomd goed weet als het even niet mee zit. Dat het echt niet aan inzet of zo ligt, maar dat het gewoon even tegen zit. Nou, dan wil ik het afsluiten. Bedankt voor jullie tijd en bedankt voor het interview. En dan hebben we nog wat leuks voor jullie, omdat jullie altijd al trouwe supporters zijn geweest. Dat we heel veel hebben aan jullie steun en daarbij hebben we nog wat extra's meegenomen voor jullie. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja. Okay. Ik ben Gerben. En ik ben Joost. En samen genieten wij, proberen wij te genieten elke 14 dagen van het mooie spel van de Adelaars, van onze rood-gele Adelaars. En wij zitten hier op deze fantastische plek al 25 jaar.